Hey Ali, Alinda moet ik zeggen, ik zeg altijd Ali. Hè. Ja, Ed. Hey Ali, ik ben al eventjes niet geweest en nu zag ik je gisteren met dat op Facebook. Met dat? Met dat. Met je bent de stad aan het laseren kutten. Ik ben een stad aan het laseren kutten. En laat eens even zien wat je hebt gemaakt of wat je aan het doen bent. Hoor je dat? Ja, maar nou ja, ik heb, wat ik heb gedaan is vanuit een Open Street Maps, dat is open data. En dat heb ik een soort Google Maps, maar ja, dan Google waar Maps, je maar beperkt mee kan werken. Ja, toch? Precies, ja. Inderdaad. En die data die kun je gewoon downloaden in een programmaatje. En vanuit daar kun je heel makkelijk een digitaal bestand trekken. Ja. En dat gereed maken voor een machine als een lasersnijder. En wat is de lasersnijder? Is dat deze? Dat is deze, ja. Oké, dus dan doe jij de data doe jij hierin? Dat is eigenlijk gewoon het is een snijmachine, maar die snijdt met lasers. Hij snijdt en hij graveert. En er zit een grote lamp in. En ja, die lamp daar. Want bijvoorbeeld de borden die we hierboven zien hangen, dat is daar ook allemaal mee gemaakt. Ja, en dit is eigenlijk allemaal hout, maar je kunt dus ook met heel veel andere materialen. Dus plexiglas, leer, karton, papier. Dus je zou die kaart ook, behalve hout, zou je dat ook in heel ander materiaal kunnen snijden. Nou is dat zo. Kijk, ik kom natuurlijk er even op af, omdat je heel leuk de stad doet, maar je kunt er van alles mee maken. Maar nu is wel de vraag, want ik weet dat heel veel mensen dit soort items heel leuk vinden. Vooral de muur, voor in de schuur. Maar hoe werkt dat nou? Kunnen ze dat bij jou kopen? Ja. Kunnen ze het hier komen maken? Nee, ze kunnen het hier komen maken. Het bestand is er nu. Dus we zijn hier open op maandagen van 1 tot 8. Dinsdagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 1 tot 5. En wat kost het de mensen dan om dat te komen maken? Een plaatje hout. En wat kost een plaatje hout? €5. Dat is geen geld. En dan zetten we gewoon die machine aan en dan heb je Middelburg gewoon. En als er nou mensen zijn die het willen schilderen, mag dat hier ook? Of moeten ze dat gewoon thuis doen dan? Of ja, wij hebben geen schilderspullen echt. Dus maar thuis kun je het ook mooi in de bijt zetten of wat je wil. Ja. Kijk, en wil je echt op een specifiek soort hout, dan zul je zelf even een plaatje moeten kopen. Hey, maar Linda, ik ben hier natuurlijk al vaker geweest en ik ken de bibliotheek ook wel. Maar we zouden ook al 1000 keer wat afspreken om uitgebreidere dingen van het FabLab. Nou gaan we dat nu meteen doen, maar kan je even heel kort, want ik zie nu veel minder 3D-printers dan anders, of ligt dat nou bij mij? Nee hoor, we hebben ze zijn allemaal lekker mooi opgeborgen in ons magazijn. Ja, want het is nu heel rustig hier, het is vakantietijd. Het is nu dicht. Het is gewoon dicht, ja. Dus ik ben nu gewoon aan het voorbereiden. Maar kijk, we hebben een heel mooie voorraadhok waar alle printers Waar de printers ook staan, de Ultimakers. Ja. En hier heb je ook nog wat bouwsels en maaksels. Dat zijn gewoon voorbeelden die Die kopjes, dat is ook want ik was een tijdje terug, was ik ook bij een dame die de torso's van zwangere vrouwen 3D-print thuis. Gewoon als commerciële activiteit. Ja, dat kan. Ja. Maar dat is een beetje vergelijkbaar met wat jullie ook maken hier, toch? Ja, we hebben een scanner en met die scanner kun je bijvoorbeeld jezelf inscannen. Hey, en dit zag ik laatst ook voorbij komen. Ja, dat is een stagiair Francisca vanuit Zwolle. Die heeft een concept. De IKEA heeft zeg maar ook een eigen FabLab. Space 10 heet dat. En twee architecten die hebben dus samen met de IKEA in Space 10 een verticale groeituin, dus een grow room gebouwd. En die grow room dat is echt 3 meter hoog in het echt. En, die ja, stond die nu in het leescafé? Ja, die staat nu in het leescafé. Oh, ja, de dames van het leescafé die doen zeg maar nu de bieslook en de kruiden voor de broodjes daarin verbouwen. En wij hebben dus samen met de Hogeschool Zeeland, of ja, de HZ zeg maar, en bouwkunde en die stagiaires hebben wij een nieuwe variant op die grow room gebouwd. Die dus op deze lasersnijder te maken is. Want die variant van hun, dat is echt op hele grote en kan zoiets, digitale zaagmachines. Een particulier uit Middelburg, kan die zoiets ook komen maken of gaat dat een beetje te lang duren? Nou ja, dat kan allicht. Alleen je hebt echt heel veel hout nodig en er zit best wel nog een kostenplaatje aan. Maar als je dat zou willen als buurt, je zou zo'n verticale tuin willen hebben, dan kan dat zeker. Maar kort gezegd komt het er eigenlijk op neer dat iedereen in kan binnenlopen en altijd kan tegen betaling van de materiaalkosten dingen kan maken. Ja, dus echt een makerslab. Precies, en we vragen gewoon altijd als je dan komt om even je bestandje of wat je gemaakt hebt dat te delen, zodat een ander daar ook wat dat is de, van de, leert. Open source, alles open delen source, met iedereen. Ja. Nou, en wil je dat niet, dan kun je ook op afspraak op de tijdstippen dat we gesloten zijn. Komen werken. Komen werken, maar dan betaal je wel een tarief voor een werkplek of een machine te gebruiken. Ja, lijkt me redelijk. Ja. Nou, dankjewel voor je toelichting. Dan ga ik er nu weer vandoor. Ja. Hey, doei, Ali. Doei.